Hoi en welkom bij de laatste video over dit specifieke projectje. We gaan nu echt het project afronden door er nog iets actiefs aan toe te voegen. Iets wat je zelf kunt besturen. Kijk maar eens even mee. We beginnen weer met een active object. Insert object, active. En net zoals bij het lijntje wat ik de laatste keer maakte, ga ik er in dit geval voor kiezen om met behulp van het verfblikje doe maar groen, dit helemaal te kleuren. Zo, je kunt het later mooi maken wat je maar wilt. Ik heb een paddeltje nodig. Nou, zoiets. Kijk, als ik het nu weer op dubbel klik, het leuke is, dan is die weer aangepast. En nu zou je hem leuker kunnen maken. Nou, laat ik voor de lol één dingetje aan toevoegen. Zo, door daar een hele donkere groen nog in te zetten. Zo, kijk eens aan. Nou, leuk, een paddeltje met een bovenlaag. Ik geef hem even een naam. Paddle. Klaar. Zo heet hij. Paddle is een active object. Op dit moment is hij nog static, maar ik wil paddle zometeen met behulp van de pijltoetsjes op mijn toetsenbord naar links en naar rechts kunnen sturen. Dus ik ga zijn movement veranderen en ik kies in zijn geval voor 8 directions. En net zoals je dat ook had bij de bouncing ball, waar je al die mogelijke richtingen hebt, krijg je ook bij 8 directions opties. Directions. Ik klik erop, ik doe ze uit, ik wil alleen dat hij naar links kan en naar rechts, meer niet. Goed, dat moet genoeg zijn. Dus even kijken of hij al wat doet. Nu al? Ja, nu al. De pijltoetsen, jazeker. Ah, en ik zie mijn eerste probleem. Ik kan nu dit paddeldingetje uit het beeldscherm laten gaan. Dat is niet mijn bedoeling. Ik wil dat hij stopt. Zodra hij hier de rand raakt, moet hij stoppen. En zodra hij daar de rand raakt ook. Naar boven, naar beneden werkt niet. Kan kloppen, heb ik allemaal uitgezet. Dus ik moet ervoor zorgen dat hij niet rechts en niet links het scherm kan verlaten. Dit lijkt heel erg op Leaves the Play Area. En het werkt ook eigenlijk hetzelfde. Ik maak een new condition aan, rechtermuisknop. Ik pak mijn paddle en ik doe ook hier position, test position. Ik hoef alleen maar links en rechts te testen, want boven en beneden kan hij toch niet komen. Dus nu staat er ook, als paddle het scherm verlaat, left or right, links of rechts, dan moet er wat gebeuren. Bij de bal zijn dan moet hij gaan stuiteren, dat wil ik niet. Ik wil gewoon dat hij stopt. Wat moet stoppen? De paddle. Dus dat hokje heb ik nodig. En ik doe dan movement, niet bounce, stop. Zo simpel is het. Als hij links of rechts probeert het scherm te verlaten, stop. Mag niet. Testen. Links, bam, hij stopt. Rechts, bam, hij stopt. Nou ben ik nieuwsgierig. Je kunt denk ik wel raden wat ik nou van plan ben. Zodra dit paddeltje een van die ballen raakt, moet de bal gaan stuiteren, niet de paddel. De paddel blijft gewoon waar die is, dan moet de bal gaan stuiteren. En elke keer als zo'n bal stuitert, moet er natuurlijk ook nog eens extra de teller hier één omhoog gaan, van alle drie. Krijg je dat zelf voor elkaar? Stuiter op de paddel en de teller omhoog. Ik ben nieuwsgierig. Je mag weer even op pauze drukken zometeen en na de pauze dan laat ik je zien hoe ik het zou aanpakken. Succes! Druk maar op pauze. Zo, ik ben heel nieuwsgierig hoe het is gegaan. Als het goed is, kan jouw programma nu wat die van mij ook kan. Kijk eens wat er ook met die gele teller gebeurt. Gaat omhoog, verschrikkelijk. En hij stuitert. En ook blauw stuitert. Eens kijken of we de rode beneden kunnen krijgen. Die stuitert ook. Dus alles lijkt te werken. Zo, nou heb ik iets gemaakt wat werkt. Hoe heb ik dit nou gedaan? We gaan even kijken. Ik heb slechts 3 lijntjes code toegevoegd. Als mijn paddle in botsing komt met rood, dan moet het rode balletje stuiteren en moet de counter, die hoort bij het rode balletje, 1 hoger. En hetzelfde voor geel. Als de paddle het gele balletje raakt, stuitert het gele balletje.
En gaat de counter van het gele balletje 1 omhoog. En voor blauw precies hetzelfde. Ik wil je even één dingetje nog laten zien. Gewoon een extra trucje als het ware. Hoe heb ik dit gedaan? Heel snel. Kijk maar, ik verwijder die regels even. Ik heb je laten zien hoe je vinkjes hier vandaan kunt slepen, wat je tijd kan besparen. Maar dat kun je ook doen met het als gedeelte. Kijk, als ik nou deze pak, bijvoorbeeld, hup. Ik heb in één keer nu, heb ik die hele regel daar naartoe gesleept, gedupliceerd als het ware. Aangezien ook mijn paddle, net zoals deze dingen, een active object is, kan ik hier het plaatje van de paddle pakken, die daar neerzetten. En dan doe ik het de volgende. Balletje 1, balletje 2, balletje 3. De rode, ik kan hem ook hier vandaan pakken. Zo. En nou kopieer ik die. En nou wil ik daar de gele hebben, dan pak ik hem hier even vandaan. En nou nog even blauw, ik trek hem daar weer naartoe gekopieerd. En de blauwe. Zie je hoe snel het gaat? En ook het bouncen, die pak ik hier vandaan. Hier moet rood bouncen, geel bouncen, blauw bouncen. En ook add one to counter. Hier moet counter 1 plus, 2 plus en counter 3 plus. En zo kun je het vrij snel doen door te slepen. Goed, even een handigheidje tussendoor. Mooi. Nog één keer eventjes bewonderen wat we hebben gemaakt. Kijk eens hoe die teller van geel omhoog gaat. Leuk. Nou heb ik tenminste invloed op wat er gebeurt. Dat vind ik wel heel erg leuk. Dit was hem. Voor dit project tenminste. Er komt vast nog wel een volgend project. Succes ermee!